Hallo reviewvrienden, hoe is het daar? Nou, hier gaat allemaal lekker. Ja, kan ik gewoon kort over zijn. Maar wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmedje opgestuurd? Laten we even kijken. Lekker. Allemaal snacks vooruit de oven. Voor in de oven. En dan er weer uit. Ja, dit kan niet missen. Dit is pubervoer van de Albert Heijn. Het sozijse broodje. Het kroketbroodje. Lekker bladerdeeg met een kroket erin. En natuurlijk de niet te missen frikandelbroodje. Met hele rare onbekende rode saus erop. Ik denk dat deze drie bij elkaar voor zo'n pak een beetje tante Greet 6000 calorieën aan vetmakers zijn. Zoals jullie weten probeer ik af te vallen. En dat gaat nu niet lukken. Want als ik dit allemaal heb opgegeten, zou ik eigenlijk van mijn dieet 3 weken niet meer mogen bunkeren. En dat gaat niet. En dan ga ik dood. Maar goed, alles voor de reviews, alles voor de kijkers. We gaan ze maar even opwarmen. Sausijzenbrood, krokettenbrood, frikandellenbrood. Lekker man. Zo, kakelvers uit het oventje. Zelf even opgepiefd. De sausijs, de frikandel en de kroketbrood. Laten we gewoon maar beginnen bij het begin. En het begin in deze is natuurlijk het sausijzenbroodje. All-time classic, all-time favor. Vroeger, tijd terug, haalde ik wel eens een sausijzenbroodje bij de Hema. Waarom? Omdat die heel erg lekker zijn. Want het sausijzenbroodje is natuurlijk alles wat een mens lekker vindt. Vlees, zout, vet en een beetje deeg. Helemaal goed. Laatst las ik dus dat het Albert Heijn sausijzenbroodje de nummer 1 plek heeft gewonnen in Nederland. Dus voor de Hema gaat hij. Ja. Gewoon lekker. Goed bladerdeegje. Lekker vet. Je handen glimmen ervan. Het vlees is lekker zout. Lekker sompig. Helemaal prima. Prima sausijzenbroodje. Niks meer aan doen. Maar goed, wat wil ik zijn. Deze test is een beetje flauw, want het sausijzenbroodje wint altijd. Alleen die andere twee, dus het frikandelbroodje en het kroketbroodje, heb ik nog nooit gegeten. Ja, ik heb wel eens een keer een broodje kroket en een broodje frikandel gegeten, maar niet in een bladerdeegje uit de oven. Dus dat is nieuw. Weet je waarom dit trouwens pubervoer is? Omdat alleen pubers dit kunnen eten. Want die groeien, die worden niet dik. Die kunnen zoiets verschrikkelijks in hun bakkers douwen. En dan verandert er niks aan hun lijfjes. Als wij, wat oudere mensen, dit te veel eten, of liever gezegd één keer eten, dan valt er zo'n boek, een extra onderkin onder je nekkie. Dus dat gaat gewoon niet. Het kroketbroodje. Hoe ziet het eruit? Nou zo, een kroket in een bladerdeeg hoesie. Wat kan er misgaan? Au. Au. De vulling van het kroketbroodje, van het kroketje, is bloedheet. Dus pas op met bijten dat die lava niet over je bakjes loopt. Want ik had er net al een beetje last van. Die kroket die erin zit, is niet meer knisperig. Bladerdeeg is knisperig, maar de kroket is een soort zachte drol. Dat is niet de bedoeling van een kroket. Zo heeft meneer Kroket het niet bedoeld. De kroket moet hard zijn aan de buitenkant, dus krokante, en van binnen bloedheet en smeuig. Deze is van de buitenkant zacht als een drol. Dat werkt niet. De all-time favorite van de pubers, het frikandelbroodje. En ook hier kan natuurlijk weinig mis, want een frikandel, iedereen zegt dat een frikandel niet lekker is, die is gek. Want een frikandel is wel lekker. En dan in een bladerdeegje. Kijk, ik geloof niet dat dit fout kan gaan. Het enige wat ik me afvraag is wat op dat rode sausje is wat erop zit. Is dat gewoon ketchup? Nou, maar kijk al. Kijk, die saus zit dus hierin. En dat is... Ja, wat is dat voor smaak? Een soort van ketchup.
Je kan veel zeggen over pubers, maar ze hebben wel smaak. Want het is een prima broodje zo. Zeker ook met het sausje. Nu kreeg ik laatst nogal wat commentaar toen ik die pizza's ging reviewen. Dat er onder de review stond, ik dacht dat je wilde afvallen dikke. En nou vreet je even in korte tijd twee XXL pizza's op. Daar heb ik van geleerd. Niet qua eten, maar wel qua doen voor de camera. Dus ik hou er nu na een half broodje mee op. Ik ga ook zo sporten. En daarna een wandeling maken. En daarna een lekker appeltje eten. Tijd voor de cijfertjes. Het Albert Heijn kroketbroodje vond ik tegenvallen. Ja, natuurlijk. Lekker zout, lekker vet en prima bladerdeegje. De kroket is alleen sompig. En van de buitenkant niet krokant. Dat is niet de bedoeling. Dus daarom krijgt hij een 5. Ja, ik moet toch ook een beetje streng blijven, mensen. Op nummer 2, het sozijzenbroodje. All time favorite. Niks meer aan doen. Prima broodje. Die krijgt gewoon een 7. En dan kan je misschien denken, een 7, is dat niet een beetje laag? Nee, dat is een prima cijfer voor een broodje met zo weinig inhoud. Want het stelt geen moe voor. Maar lekker is het wel. De winnaar van deze review. Het frikandelbroodje. Een potverdikke. Die zit wel lekker. Zit gewoon goed frikandelletje in. Bladerdeegje, zout, vet. Helemaal prima. Maar deze heeft dus ook saus. En ieder die wat van snack af weet, weet dat er altijd een beetje saus bij moet zitten. Hier zit het gewoon op. Is wel lekker ook. Dus het frikandelbroodje, die krijgt een 8. Nou, hoe mooi is dat? Oh, ik ben gelijk een beetje misselijk. Het ging toch een beetje te snel. Ja, ik ben blij dat ik me een beetje kan inhouden. Gewoon een half uur en dan is het wel goed zo.